Hans, welkom aan tafel. Ja, leuk dat ik er ben. Ja, hey, je hebt prachtige films gemaakt, leuke interviews in Nederland en België. Wat ik altijd zo tof aan jou vind, is dat je gaat er gewoon heen. Je gaat alles bezoeken, je trekt alle deuren open. Je doet het gewoon. Ik vroeg me heel even af, bij al deze interviews, wat heb jij ervaren? Wat vond je dat bijzonder? Nou, het meeste wat ik ervaren heb, is dat het allemaal op zichzelf staande topondernemers zijn die met passie hun vak dagelijks beleiden. En eigenlijk niet met de pakken neer zijn gezeten bij de corona, maar juist hebben aangegrepen om in te spelen op de veranderingen en eigenlijk hun bedrijf beter uit de crisis te laten voortkomen. Dat zie je ook wel. Vooral de laatste spreker, Luc, heeft geïnvesteerd in een periode dat het niet makkelijk was. Plopsa heeft dat ook gedaan. Paradiser heeft dat gedaan. Dus we hadden een topreis. En ik moet je zeggen, ook dat werkt aanstekelijk voor mijzelf. Ik heb er veel in meegenomen. En ik denk dat het vandaag ook voor heel veel mensen een voorbeeld is van hoe zij uit die crisis komen, maar ook hoe ze naar de toekomst kijken, wat ons ook te wachten staat. Ja, kijk, en de Floriade en het World Food Center, dat zijn nog zaken die ze moeten bewijzen. Ja. Hè? Zijn leuke doorkijkjes naar de toekomst, maar daar krijgen we waarschijnlijk volgend jaar nog wel weer het verhaal van hoe het uiteindelijk ervoor staat. Ja, maar dat willen we, daarom presenteren we ze ook hier, want we willen juist ook die verbinding tussen nu en toekomstige ontwikkelingen laten zien. Niet veel mensen weten dat, maar want dit lijken hele leuke interviewtjes. Ondertussen kijk je altijd heel scherp naar marges, rendement, prijsstellingen ben je altijd veel mee bezig. Als je al die factoren bekijkt, wat sprong er dan voor jou voor deze reeks aan interviews met Nederlandse en Belgische bedrijven echt uit? Ja, in belangrijke mate zie je een verschuiving naar de wijze waarop men kijkt naar een bezoeker en de mate waarin die uiteindelijk een toegangsprijs betaalt of betaalt voor zijn verblijf. Het wordt steeds meer gezien als een totaal inkomen per gast. En als een gast bereid is een bepaald bedrag te betalen, en ze hebben een gast die heel veel betaalt, dan willen ze natuurlijk heel veel van die gasten die heel veel betalen. Ja. En het principe van prijzen over elkaar met een korting, de Albert Heijn korting en dergelijke, dat zijn zaken die zullen altijd wel blijven. Maar je moet je afvragen als je aan de onderkant van de markt zit of je er überhaupt wat aan overhoudt. Wat wij zien is dat er duidelijke splitsing gaat ontstaan in de markt van de betere bedrijven. En als we het nu hebben over de dagrecreatie, heb je met name nu kunnen zien dat men daar veel op investeert in verblijfsrecreatie. Dat wordt een short stay. Short stay wordt een concurrentie voor de korte vakantie, voor de traditionele vakantieparken. Ook die zullen moeten innoveren in wat meer aanbod en eigenlijk lijken op een soort pretpark. Of, zoals je bij Roompot zag, een kleinschalig park die de regio meer zoekt als vertier, met weinig voorzieningen op een park zelf. Nou, en als je dan hebt over enkele innovaties die je dan mee kunt nemen, wat wij dan gezien hebben, en vooral bij Paradisa, ja, dat is de eerste vakantiepark, de eerste villa, zonder een keuken. En als je dan logisch gaat nadenken, dan is altijd tot nu toe, hebben we altijd een villa of een bungalow gebouwd met een keuken erin, omdat dat al sinds mensenheugen is gebeurd. Als we kijken naar het gedrag en we boeken voor 2 nachten een hotelovernachting op een pretpark, ja, dan ga je uiteindelijk niet langdurig achter de pot en de pannen staan. Dan ga je de beleving zoeken, duik het pretpark in. Je gaat op een gegeven moment het dierenpark, de dieren begrijpen zoeken. En sta je niet achter de keuken en ga je lekker uit eten. Dus ja, ik denk dat in navolging van wat er bij Paradise gebeurt, dat er in de toekomst veel meer resorts zullen gaan staan voor short stay, maar zonder keuken. Bij Paradise zat jij ook de avond daarna aan een heerlijk diner, heb ik begrepen. Ja, je krijgt ook wat belangrijker wordt, de pre-aankomst. Hè? Dus men weet als gast ook al dat je komt. De beleving begint voordat je op vakantie gaat al. Dat begint thuis al. En dat begint je rustig op de bank. Maar dan ga je op dat moment ga je al kijken. Maar ja, luister eens even. Op die avond willen we een 4-gangen diner of een 6-gangen diner. Nou ja, dan krijg je een tikkie voor €90 waar je over kunt maken. En achtereenvolgens ga je op vakantie die 4 dagen. En ben je vergeten dat je al €90 voor dat 6-gangen diner betaalt. Dus je zit ultimaal in de beleving. Het is op het top genieten. Maar ik was voor 2 dagen kwijt. Even gechargeerd. Ik geloof €750. En dan reek de parkering nog niet bij. En dat voor 1 nachtje. Ja, dat was wel bijzonder. Dat was bijzonder. Zeker, ja. Daar hebben we het over marge. Even kijken. Jij doet dit soort reizen vaker. Je kijkt altijd om je heen, want je bent trendwatcher. Heb jij nu iets op het oog waarvan je denkt van ja, we zitten in een veranderingsproces, een veranderingsmaatschappij. Wat wordt er nog
Wat zie je nu in het klein, wat straks is in 2022 voor dagjes uit en attracties groot wordt? Nou, laat ik voor het eerst zeggen dat ik geen trendwatcher ben. Ik zeg dat andere mensen maar moeten zeggen dat ik trendwatcher ben. Ik ben ondernemer, dus laat ik dat als eerste gezegd hebben. Ja, die veranderingen waar we mee te maken hebben, is dat er toch een splitsing gaat ontstaan. Enerzijds in grotere bedrijven, zoals Europees gezien, komen er nu zo'n 20 pretparken met verblijfsrecreatie. Alle Europa Park, Disney, Efteling, Paradisa, Puy de Fou, met een meerdaags verblijf. Nou, de andere pretparken zullen die aan kunnen haken, ook niet. Ook al heb je van die pop-up constructies die we ook in Nederland hier her en der gezien hebben. Ja, die zullen tot meer bovenregionale pretparken doorgroeien. Ja, en voor de vakantieparken zullen het ook zijn. De grotere parken zullen steeds groter gaan worden. En die zullen uit meerdere landen, dus uit langere reistijden, gasten ontvangen. En je krijgt een ontwikkeling van kleinere vakantieparken. Dus met 60, 70, met weinig voorzieningen. En die meer gebruik gaan maken van de omgeving. Ja. Hey, laatste vraag, want het kwam terug bij Roompot. Ik zag het ook bij een aantal andere attracties terugkomen. Dat is duurzaamheid. Ik weet dat een aantal vakgenoten heel graag willen zien dat er een soort van duurzame herstart komt uit deze lastige coronaperiode. Wordt dat een waarheid of blijft het een sprookje? Ach, ik vind duurzaamheid een beetje flauwekul. Geldt zelden voor de Green Key, het is allemaal voor de bühne. Ja. Tuurlijk zijn er organisaties die ten aanzien van het bereiken van een doelgroep een beetje duurzaamheid gebruiken als een middel, want daar zijn mensen gevoelig voor. Het is wel zo dat langzamerhand een trend wijzigt bij de consument, ook het besef dat duurzaamheid wel degelijk belangrijk is. En zeker voor de volgende generaties. We staan echt wel op een kantelpunt. Maar of dat nou echt in de vakantie, de pretparken, we willen toch steeds dat frietje. Het gedrag op vakantieparken is dat we toch het afval echt nog niet willen gaan scheiden. De kachel die gaat omhoog, de schuifpijp gaat open, we gaan met z'n allen in de hot tub, de sauna gaat aan. Dus ja, het gedrag op vakantie, daar duurzaamheid, ja, ik geloof het niet zo. Ik denk dat het merendeel het gevolg is ook dat we steeds meer door wetgeving bepaald worden dat we daarop in moeten spelen. 2030 zullen de auto's elektrisch alleen nog maar van de rolband afkomen. Nou, dat houdt in dat je als vakantiepark nu al moet voorsorteren dat je laadpalen moet investeren. En dat heeft niks met duurzaamheid te maken. En die zonnepanelen op dak is heel simpel gerekend. Dat levert een subsidiebijdrage op. Dat levert een vereffening op van dat je nog wat inkomsten hebt. En uiteindelijk is het goedkoper voor de energierekening. Ondernemers kijken toch altijd zo. Kunnen we het afschrijven binnen 3, maximaal 5 jaar? Voor de consument ligt het weer wat anders. En echt investeren uiteindelijk voor het duurzaamheidsimago. Ja, dat zie ik eigenlijk nog niet zo. Dat is een mooi slotstuk. Daar kunnen we nog eens verder over hebben in de discussies en debatten over duurzaamheid en over de ontwikkeling van attracties. Ik wil iedereen graag heel hartelijk bedanken. Hans, jij bedankt voor je prachtige serie met interviews. Techniek bedankt. Ik wens jullie nog een hele fijne middag. En we gaan zeker volgend jaar weer live met het nieuwe dagje uit.